Op de derde plaats Noordic 4 met 1008 schoten, 234 meter. Wil ik graag de eerste man van Noordic 4. Die staat op de tweede plaats met 903 schoten en 387 meter. Dus de eerste man van Noordic 3. Op de eerste plaats Neesterberg 4 met 869 schoten. Op de derde plaats, de Neesterberg 3, met 802 schoten. Op de eerste plaats, de Neesterberg 2, met 775 schoten en 412 meter. De team van de Neesterberg 2. Wie doet met die naam? Op de derde plaats, Bergstra 2, 740 schoten, 670 meter. Tweede plaats, Barkloosweg 2, 703 schoten, 724 meter. En op de eerste plaats, Neesterberg 1, alweer, met 690 schoten. Op de derde plaats, Barkeloosweg 1, 657 schoten, 345 meter. Op de tweede plaats, Rapenburg 1, 649 schoten, 736 meter. Op de eerste plaats, Reversoek 1, 639 schoten, 820 meter. Als afsluiting denk ik van een spannend jaar en de prijs dan uitgereikt aan de diverse verenigingen waar twee verenigingen waar we de prijs aan gedeeld hebben. Niels in Berg heeft een goede entree gemaakt denk ik. Ik hoop in ieder geval dat we elkaar zien op de PK en ook heren en even samen. En ook zeker s'avonds op de feestavond reken ik op jullie. Laat je daar ook zien. Ik vind dat die feestavond ook bij het kloosterseizoen hoort.
Ja? Dan hoop ik jullie zelfs allemaal weer te zien. En nogmaals, proficiat aan de winnaars.